Dit is een verlaten kasteel ergens in Luxemburg, die ik vandaag samen met Liam ga bezoeken. Hierbinnen zou een enorm grote eetkamer zijn. En boven nog allemaal slaapkamers. Met zelfs een heel speciaal bed. Ook had ze hierbinnen nog een eigen sauna. Maar eerst moeten we nog in het kasteel zien te geraken. En dus gingen we op zoek naar een ingang. Ga nu. Geen beter moment. Ja, maar kijk hier dat pad al, hoe begroeid dat is. Allemaal bomen opgevallen en zo, kijk daar. Er zijn allemaal bomen gevallen, daar ook. Dat is echt al een lange tijd verlaten, ja, toch? Ja, inderdaad. Dan gaan we nu eens hier, met deze trappen, naar boven toe. Ook echt al helemaal begroeid, vol mos en zo. Dat hier, moet je helemaal onder de boom door. Over de boom. Echt een gans parcours hier. Ja, we zijn er. Dat zal wel. Echt stik kapot van die trappen. Kijk, dit weer is gewoon het hele kasteel. Inderdaad. Hoe vet is dat? Kijk, dat ook zo met zo'n grote toren en zo. Echt super vet. Kijk eens die open is. Ik denk dat we gewoon via de voorkant moeten. Ik denk het ook. Hier ook al een oude remorque. We gaan eens verder naar daar. Kijk, hier hadden die ook echt een mooi terras. Daar met een overkapping. Kijk, hier kunnen we via de voordeur gewoon naar binnen. Oké. We zijn binnen, Liam. Ja. Er is wel eigenlijk alles kapot gemaakt. Ja. Lavabo en zo, frio. Alles ligt hier op de grond. Inderdaad. Het is er ook sneeuw heet. Ja, het is hier echt heel warm. Hier door de gang. Wajo, kijk dat hier al meteen, joh. Ja. Super grote eettafel. Dat is echt wel heel groot, ja. Dat is echt niet normaal. Ja. Hoeveel man kon daar al niet aan zitten, joh? Beseft, hè? 15 man of zo. Ja, was dat dan zo'n groot gezin of zo? Hier heeft gewoon of zo. Kastelen hebben meestal grote tafels, hè? Ja, dus dat wel. Voor bezoek of zo, inderdaad. Ja. Hier ook wel een grote reiskoffer. Tegen hier zo'n super grote spiegel staat. Kijk, hier staat nog bij elke stoel een kopje. Een theekopje voor te drinken. En kijk, hier ligt zo'n brief, maar kijk, allemaal Arabische tekens of zo. Daar kun je echt gewoon niks van lezen. Hier komen we dan. Ja, wat is dit? De woonkamer? De living of zo. Ja, de living of zo is dit inderdaad. Kijk, dat. Allemaal zetels hier, ook allemaal dezelfde. Ook weer echt voor mega veel mensen. Het is niet normaal hoeuvel volks hier kon ontvangen. Vreef gewoon eigenlijk. Ja. Dat is echt niet normaal. Die zetels zijn dan ineens ingepakt of zo. Heel raar. Snap ik niet echt goed. Nee, goed niet. Maar kijk, hier zit ook nog zo'n oude draaitelefoon waar je moest draaien voor het nummer in te geven. En daar is dan ook nog de open haard waar zelfs nog hout in ligt. Dat is wel een hele grote open haard. Een hele grote, inderdaad. Hier buiten is ook nog een terras. Misschien dat we daar zelfs ook eens op kunnen gaan kijken. Ja. Maar we zullen nu eerst verder in het gebouw gaan. Neem mijn woorden terug van die grote open haard. Oh ja. Dat is pas een grote open haard. We dachten dat net al, hè. Een grote was, maar ja. Kijk dit. Dat is niet normaal. Dat is echt twee keer zo groot. Hier ook nog een rolstoel die er staat. Weer zeteltjes, tafeltje. De luster ligt hier al, die voelt ergens aan het plafond gehangen. En kijk, hier is nog een inkomdeur eigenlijk, maar ook helemaal dichtgemaakt met planken. Was het dat hier, de slaapkamer of zo? Zoiets. Ja, kijk, dat is zo'n ziekenhuisbed dat daar ligt. En hier nog een tweepersoonsmatras, daar nog een enkele. Daar dan nog zo'n oude dikke tv en daar nog allemaal koffie. Het is wel goed afgebroken. Ja, het is al ferm overhoop gegooid, deze locatie. Maar het ziet er wel nog best chic uit. Ja. Zo'n kasteel blijft altijd chic om te zien, want dat is niet wat je dagelijks ziet of zo. Hè. Oeh, ik zweet me ook echt kapot, want het is hier echt bijna 30 graden of zo. Dat is echt niet normaal. Dan terug door de hal van waar we kwamen. Hier was waarschijnlijk de badkamer, inderdaad. Het wasmachine staat hier ook. Daar heeft een wc gestaan. Kapstokken voor de kleren. We zullen eerst onder eens alles kijken. Dan gaan we daarna hier via deze trap naar boven. En hier is al de kelder. Kelder? Ja. Met water of? Zonder. Oh joh, ja. Dat is best chic. Ja, eens kijken. Ik zie al daar een halve ketel liggen. Sproeien en zo van de ketel. Kijk, daar staat dan de ketel. Daar is een badkamer, of niet? Ja, hier ligt een lavabo. Ah ja, en hier is een douche inderdaad.
Zoals een klein badkamertje zelfs in de kelder. Je ziet ook wel echt dat er koperdieven zijn geweest. Ja. Want gelijk daar alle kabels losgeknipt, zelfs uit de muur gehaald. En hier ligt al het plastic dat ze er hebben afgehaald eigenlijk. Zodat ze alleen het koper moesten meenemen. Wat staat hier? Dat staat hier wel onder water inderdaad. Dat is wel eigenlijk een hele dikke deur. Oh joh. Ja, dat is niet normaal. Wat heeft daar al niet achter gezeten? Ik weet het niet, maar niet veel. Dat is niet normaal. Wat hebben die hier opgeslaan dan? Ja, nee, dat is eigenlijk een hele dikke deur. Dat is heel dik, dat is niet normaal. De wijnkelder of zo, met al die vakken. Denk ik, waar wijn heeft dan gestaan? Ja, dat kan wel. Of opslag of zo. Opslag gewoon, kan ook. Frigobox nog. Hier, dat is voor het barbecue, zo'n grill. Ah, dat kan gewoon zomaar eens naar boven gaan misschien. En nog eens met deze trappen naar boven. Kijk dan, hier is zelfs nog een verdieping hoger. Nog een badkamer, ja. Een derde of zo. Een bad, wc'tje. Hier is niks meer. Een lege kamer. En hier nog een kamertje gewoon met een stoel. En een heel oude tv. Kijk, ook nog met daar zo van die knopjes en van alles. Met een mooi uitzicht. Ja, die had hier inderdaad een extreem mooi uitzicht. Op deze rivier gewoon. Waar dan zelfs nog bootjes vaarden. Waar vanachter een camping is. Echt een mooi uitzicht wat die hier hadden. Zou die boven ook nog slaapkamers zijn, denk ik. Misschien, ik weet het niet. Het was wel een heel lang kasteel. Ja, kijk daar ook hoe lang die gang nog is. Ratten, vergif. Ik hoop dat er nu hier geen zitten. Hé, hey, wat is dat, ja? Ik weet niet, een heel fancy bed. Echt iets rijk. Ja, besef dan, wat is dit? Alarm display, fast slow, alarm, elektronische klok. En hier een hele radio of zo. Hele ingebouwd. Gewoon in een bed. Hoe raar is dat, ja? Ook daar een spiegeltje, verschillende laaien en zo. En daar ook allemaal lampjes die ze konden aanzetten. Dat is echt bizar. Ja, dat is echt bizar, ja. Ooit gezien. Dat is echt heel luxe, ja. Dan hier hadden die nog een eigen badkamer eigenlijk. Aan hun bed. Kijk, nog een bad, een wc en zo. Een bidet. Wat is dat hier? Dat is... Ja, ik denk een eigen sauna. Gewoon een eigen sauna binnen. In een ruimte. Kijk, ja. Dat is niet normaal. Die had hier letterlijk alles gewoon. Maar dat is ook wel een kasteel. Ja, een kasteel. Natuurlijk, superrijke mensen die hier hebben gewoond. Hier nog een bad in de hoek. En nog een wc'tje. Die volgen scheet thuis, maar... Hier nog wat cornflakes. Ja, nootjes of wat is dat. En kijk hier, ja. Hier nog een hele slaapkamer. Echt nog ook een luxe bed en zo. Kijk, helemaal van stof. Hier nog een brief die er ligt en hier ook nog. Ja, wat is dat? Klantenkaart. Dit kastje heeft dan dezelfde stijl als het bed. Ook zo dat rood stof en zo. Hier nog een kamer helemaal overhoop en zo. Maar hier heeft ook nog een bed gestaan. Dan gaan we nu eens terug over deze rommel. En daarna met de trap nog een verdieping naar boven. Oh ja, die trap hangt echt heel scheef. Oh ja, ja. Die trap hier hangt helemaal naar onder gebogen. Tjie, dat is niet normaal. Hè. Die hangt inderdaad wel heel scheef. Maar snel naar boven gaan. Oh, op de grond liggen. Oh joh, kijk daar. Die hangt helemaal scheef. Dat is niet normaal. Oh. Er is zelfs nog een verdiep naar boven. Echt? Ja. Oh, trap hoog. Maar snel hier weg. Hier is ook een slaapkamer geweest. Hier. Weer al. Ja. Een badkamer. Ook een badkamer. Sta je ineens voor een grote ruimte. Een hele grote kleerkamer precies. Ja, een dressing precies. Ja. Hier liggen ook matrassen, maar kijk hier, daar kapstokken. Ik weet niet hoeveel voor kleren aan te hangen. Een spiegel. En kijk hier op de grond, alle kleren zijn gewoon uit die kasten gehaald. Dat is niet normaal. Wat is dat allemaal? Hier is iets naar beneden gevallen. Ja, de kast van de muur. Maar hier ook weer een bed. Dit is nog een plooibed, hier ligt. Voor de verandering nog maar eens een badkamer. Dat is niet normaal. Per verdieping hebben die hier vier badkamers of zo. Dat is echt niet normaal. Of hier woonden heel veel mensen. Ja, maar elke slaapkamer heeft gewoon zijn eigen badkamer. Hier nog een slaapkamer. Alweer helemaal overhoop. En dan denk ik de laatste van deze verdieping. Nog een slaapkamer. Ook weer helemaal overhoop. Maar kijk, hier liggen nog allemaal foto's en zo precies van de eigenaar toch. En daar ligt ook nog een boek, ook zo in het Arabisch of zo, denk ik dat dat is. Ik weet niet of dat kan. Je hebt nog een trap gezien, daar straks. Dan gaan we daar nog eens kijken. Ja. Direct lig ik helemaal van onder. Voelt dat stevig of? Nee, dat is helemaal uit de muur aan het komen. Inderdaad.
inderdaad, kijk, daar zit je de barst. Helemaal. Dit is nog gewoon een slaapkamertje geweest, hè. Ja. Oké, dan gaan we nu eens helemaal terug naar onder. Misschien nog eens op het terras kijken. En anders terug naar buiten, hè. Want buiten was nog een ding. Het is hier ook zo warm. Dat is niet normaal. Met de rechte trap naar beneden. En we zijn terug onder, hè. Ja. Hier eens kijken als we op het terras kunnen misschien. Zou de deur open zijn? Nee, die is dicht. We kunnen wel door het raam. We kunnen inderdaad wel eens door het raam. Wel opletten dat niemand ons ziet daar. Even terug wat frisse lucht, dat doet ook. Ja, je ziet ook hoe groot dat gebouw eigenlijk is. Kijk hier, heel dat kasteel. Dat is niet normaal, daar ook met zo'n toren, zo'n punt. Maar die hadden hier dus nog een hele terras eigenlijk. Waar die fijn in de zomer, als ze warm was, gelijk nu, fijn konden zitten. Barbecuen, zoals je daar ziet. Inderdaad. Dus lekker eten, fijn op het gemakje hier, bij ja. Het kasteel. Dat is wel echt vet. Daar is nog een ding, hè. Ja, daar is nog iets, zoals ik al toen straks zei, dat terrasje precies. We gaan daar eens kijken, misschien dat we daar onderin of zo nog naar binnen kunnen. Dan gaan we hier eens terug door de deur naar buiten. Dit is gewoon een terras of zo, denk ik. Hè. Met hier nog een open haard en een schouw naar boven. Hieronder eens kijken als we hier in kunnen of zo. En anders gaan we terug naar buiten. Ah ja, kijk, hier kunnen we nog in. Dat is waarschijnlijk een opslag of zo geweest. Ja, kijk, inderdaad, een tank, de mazoettank of zo. Die heeft gestaan dat ze toch warm hadden en dat ze zich konden stoken. Oké, Liam, we hebben heel het kasteel gezien. Buiten ook alles. Was echt chic. Is iets anders. Is helemaal anders. Ja. Het late kasteel. Echt wel mooi om eens te zien. Dan gaan we nu terug via het begroeide pad naar beneden en uit de locatie. Ook weer en hier snel terug door de draad naar buiten. Oké, en dan zijn we terug buiten. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Dan zeg ik tot de volgende video. Later.